is, dan blijven wij heus wel thuis. Om voor onszelf te zorgen, maar vooral voor de ander. En wij starten een platform als Keuzevrij bij mij. Zodat iedereen welkom is en iedereen welkom blijft. Vrijheid, liefde, geen dictatuur. Vrijheid, liefde, geen dictatuur. Wat is politie als ze de wet overtreden en al hun politiewerk laten liggen om burgers te judassen met een avondklok? Sinds maart 2020 bestaat er geen politie. Check anders de definitie. En het uniform is gekaapt door wetteloze gangsters. Want deze tuigen overtreden onze wet en ondermijnen burgers in plaats van criminaliteit. Hex, Halsema, Joritsma, ongekozen burgemeesters met hun geweld die de politie misbruiken voor hunzelf. Want ja, bevel is bevel. Natuurlijk, bevel is bevel. Ben op onderzoek, vind goed als ik daar onderzoek. Meestal hou ik van dikke chicks, maar dit is verfijnde kont. Fijne avond. Polen komt, boeren komt, zet het op die boerenbond. En met die legging kom je zeker in aanmerking. Bekend van YouTube, en ze springt op mijn buis. Het maakt mensen niet meer uit of je domme tunes hebt. Als je geen Ronnie of Poef bent. Mensen zijn ziek, maar die shit is geen COVID. Alhoewel dat in je hoofd zit. Geloof niet in de staatsmedia of krant. Gezond verstand, ben niet onder invloed van de angst. Hell of a drug. Ik fuck niet met de andere kant, dat is goed van de andere Hello kant. From the other schenk side. Van een reputatie, ze vergeten je de volgende dag. Ik heb vroeger alle mensen geslagen waarop ik indruk wilde maken. Zover ging tracks om tracks, zelfs clips in de States. Dus abonneer, link in mijn bio nog steeds. En er zijn geen twee United States, maar één Amerika. Dus die linkse misinformatie leidt tot veel polarisatie. Miljarden subsidie voor vervuilende bedrijven. Maar wij moeten stoppen met barbecue in de zomer en allemaal elektrisch rijden. De batterijen mede mogelijk gemaakt door slaven in de mijnen. Fuck al die radiosenders en kanalen die op je haten. En doen alsof ze van hiphop houden, mans cultuur haten. En ik weet, je kan niet laten om een comment te laten, een soort protocol. Want jij weet heel goed dat ik een legend ben. Black Lives Matter sluit een heel continent uit waar men nog wordt uitgebuit. Want dat Shell daar vervuilt maakt blijkbaar niet uit. Maar bedrijven uit de Gouden Eeuw moeten met terugwerkende kracht afkeuren. Maar Shell mag het wel. Dat is een beetje wat je zegt. Ja, eigenlijk wel. Vergoed anders de schade. Ga het achterhalen. Ik weet niet van jou, maar accountancy bestaat al duizenden jaren. Geld laat sporen en slaven waren bezit. Dus er zijn registraties van alle slaven. Nu zijn alle rassen aan het strijden tegen de vierde industriële revolutie samen. Veteranen worden door media zwart gemaakt. Wij worden door politie geslagen. Wij verdedigen ook hun grondrechten en hun kinderen. Hun naasten. En ze doen gewoon hun werk, maar dit is niet hun werk. En we hebben van Nuremberg geleerd dat dat excuus van werk niet werkt. Volgens mij zijn er vandaag de dag meer slaven zelf. Modern slavery. Zorg dat je erbij bent of lever je paspoort in. Doe je kap op en rot op naar Beijing. Hou je niet van onze democratie? Lever je paspoort in. Lever je paspoort in, doe je kap op en rot op naar Beijing. Als iedereen wat deed, waren we allemaal toeners. Keyboard warriors, losers. Hoe durf je weg te kijken met je Uber iets? Mannen schreeuwen hard, denken blijkbaar dat het nodig is. Ik heb niks te bewijzen, want ik weet dat mijn een groter is. Ik weet niet wat zo grappig is, alleen dat Lai de beste rapper en ook de knapste is. Fuck, haters, goed is goed en fout is fout. Je kan zeggen sky's purple, maar hij is wel blauw. Jordan's on my feet, maar naast de drip team. Chain on my neck, blink team. Kijk, ze zeggen jaloezie staat je niet. Maar come on, een bitch als hater, als jouzelf, het staat jullie wel. Laat me gewoon mij zijn, Prada, laat me vrij zijn. Ze willen kunst vernielen. Van oud slaafbehandelaar, maar wat zeggen mensen over 100 jaar? Over de standbeelden van Steve Jobs en Bill Gates die hier nu al staan. Gaan ze die dan weghalen, van als die klootzak van mijn fok is gepakt? Ik snap de hype niet, er vallen meer doden, welk leven zijn er 30 spoken. Je ontkent de jongen, dan heb je nooit gepikkeld, gewikkeld. En als je mij niet ziet, kom je nooit in ketel tunnels. Tunnels. In de stemloket twijfel ik geen seconde. Oh, nee. Ik weet al lang mijn keuze, eentje waar je eigenlijk niet vooruit mag komen. Man, de coronakost is veel erger dan de holocaust. Iedereen met een internetverbinding is nu zo'n wel eens niet eens factchecker. Maar Bob Marley dansende hippies op het museumplein gaan niet rellen. Geloof je het zelf? Sorry, ik had je niet door. Ik kan het ijs breken. Je kan mij trainen. Ik ga optreden en rappers aftreden. Net als het kabinet. Maar echt erover hebben. Ik moet jou en dit hebben. Je hart onder de riem steken. En wat onder je riem steken. Net een driller. Trouwens, die laat ons in de steek. Mondkapjes, een PCR-test. Watje, sportgas, de beste wijn. Maar tot die tijd drinken we die troep uit Frankrijk. Strafkamp, een complottheorie. Niet voor vele Duitsers. Dit is veel erger dan het. Tweede Wereldoorlog, toen was er maar één Führer. Beetje met de media haat zaaien, hij heeft het langzaam opgebouwd en het leek heel democratisch. En hij wilde ook geen pottenkijkers. Waarom wordt er ineens zo hard gehandhaafd? Tegen wie zich uitspreekt tegen het beleid van de staat over dit zogenaamde killervirus die vooral na 9 uur actief is?
Dit is gewoon het dekmantel voor een agenda van Rutte's rijke vriendjes. En daar strijden we tegen. I don't give a fuck about the virus. Ik ben juist voor de natuur. Maar zelfs bij Nierenberg deden sommige naties nog steeds alsof ze gek waren. En al die farmaceuten werden gewoon vrijgesproken alsof ze niet de hoofdrol hadden gespeeld met hun wonderlijke middeltjes.